In deze video gaan we kijken naar de economie van de Verenigde Staten in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Dit is de periode waarin Truman en Eisenhower de presidenten zijn. Truman was de opvolger van Roosevelt. Hij was vicepresident onder Roosevelt. Roosevelt stierf net voor het einde van de Tweede Wereldoorlog en Truman neemt het van hem over. En aan het einde van die Tweede Wereldoorlog vraagt men zich in de Verenigde Staten af of er een nieuwe economische depressie zal komen. Dat hadden ze namelijk gezien na afloop van de Eerste Wereldoorlog. Toen was de oorlogsindustrie volledig ingestort en was de industriële productie gigantisch gedaald. Daarnaast zagen we na afloop van die Eerste Wereldoorlog dat veel veteranen die terugkeerden uit Europa geen werk konden vinden, waardoor de werkloosheid spectaculair steeg. Hoe ging dat nu na afloop van die Tweede Wereldoorlog? Eerst eens even kijken naar die oorlogsindustrie. Nou ja, die zien we dus heel gemakkelijk eigenlijk overschakelen naar een nieuw soort productie, namelijk de productie van duurzame consumptiegoederen, zoals koelkasten, auto's en dergelijke. En de vraag is natuurlijk waar dat vandaan komt. Nou ja, dat heeft onder andere te maken met het feit dat er door Amerikaanse consumenten een grotere vraag kwam naar dit soort producten. Veel Amerikanen hadden veel geld gespaard tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen hadden ze weinig uitgegeven, het was een tijd van spaarzaamheid. En bovendien begonnen de lonen sterk te stijgen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Dat wakkerde de vraag naar duurzame consumptiegoederen aan. Dus van een daling van de productie na de Tweede Wereldoorlog was in ieder geval geen sprake. Dat probleem was er niet. Zorgden die teruggekeerde veteranen dan wel voor een probleem? Nou ja, daar werd door Truman al in 1944 een oplossing voor gezocht door het uitgeven van de zogenaamde GI Bill. GI staat voor de soldaat en de bill is een wet. Dit was een federale wet waarin de federale overheid zei dat ze de teruggekeerde soldaten zou gaan steunen met geld. Voor bijvoorbeeld een studie op te gaan pakken of een eigen woning te kopen of een eigen zaak te starten. En dit zorgde ervoor dat niet alleen de werkloosheid niet steeg, maar bovendien zorgde het voor grotere kansen op sociale mobiliteit. Veteranen konden opklimmen op de sociale ladder, ze konden een betere positie krijgen. Dus ook het probleem van die werkloosheid werd getackeld. En we zien dan ook dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, en zeker in de jaren 50 en 60, dat de economie enorm groeit. En dat komt dus onder andere omdat die demobilisatie zonder al te veel problemen is verlopen. Maar er zijn ook nog andere en misschien wel belangrijkere redenen te vinden voor die economische groei. En die zullen we hier eens even op een rijtje gaan zetten. Op de vorige dia zagen we al dat de consumentenvraag toenam. En dat had onder andere te maken met de nieuwe welvaart voor de lagere middenklasse en de blanke arbeidersklasse. Deze groepen gingen in de jaren 50 enorm vooruit. Veel mensen uit deze klasses die verhuisden vanuit de steden naar de suburbs, de buitengebieden van de steden, daar lieten ze een huis bouwen. Nou, dat moest natuurlijk ingericht worden, dat moest sowieso gebouwd worden en dergelijke. Dus dat was natuurlijk goed voor de economie. En bovendien waren dit nou juist de groepen die al die duurzame consumptiegoederen wilden. Dit waren ook de groepen mensen die heel veel kinderen kregen. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog wordt de zogenaamde babyboom-generatie geboren. De Amerikaanse bevolking die stijgt gigantisch. En ja, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat er vraag is naar allerlei producten om voor die kinderen te zorgen, om die kinderen te kleden. Maar ja, er moeten uiteindelijk natuurlijk ook scholen voor gebouwd worden. Dus dit laat de vraag naar producten ook stijgen. En als laatste zien we dat het automatiseringsproces voortgezet blijft worden. Daardoor stijgt de arbeidsproductiviteit verder, zowel in de landbouw als in de industrie. En dat zorgt er ook voor dat de lonen kunnen stijgen. En ja, dat zorgt er dus ook weer voor dat mensen weer meer te besteden hebben. En daardoor stijgt de vraag van de consumenten alleen maar verder. En hierdoor kan de industriële productie dus ook toenemen. Sterker nog, de productie kan de vraag nauwelijks bijhouden in de jaren 50. En in de jaren 50 is Truman dus de president. Ik heb zijn naam net al een keer genoemd. Hij is een democraat. En hij wil het beleid van zijn voorganger Roosevelt, die New Deal, wil hij eigenlijk voortzetten. Hij wil inzetten op een vergroting van de werknemersrechten en hij wil tegelijkertijd de armoede in Amerika verder verminderen. Helaas voor hem heeft hij te maken met een vijandig congres. De meerderheid van het congres is republikeins en die wil juist de New Deal een beetje terug gaan draaien. De overheid bemoeit zich veel te veel met het leven van de Amerikanen, vonden die republikeinen. Nou ja, en dan lijkt het er ook op dat Truman's rol snel uitgespeeld zal zijn als president, maar in 1948 wordt hij onverwacht toch herkozen als president. En bovendien winnen de democraten in datzelfde jaar de congresverkiezingen, waardoor er ook een democratische meerderheid in het congres komt. Ja, en als je die twee dingen bij elkaar optelt, dan zorgt dat ervoor dat Truman toch aan een voortzetting van die New Deal kan beginnen, en dat noemt hij het programma van de Fair Deal.
En die fair deal die bestond uit een aantal punten, maar de belangrijkste punten zal ik er even uithalen. Ten eerste wilde Truman heel graag inzetten op het onderwijs. Hij wilde federale steun gaan geven aan openbare scholen. Onderwijs was volgens hem de sleutel tot sociale mobiliteit, tot meer welvaart voor de Amerikanen. En daarnaast wilde Truman ook heel graag dat er een soort van algemene ziektekostenverzekering kwam voor iedere Amerikaan. En je zou zeggen, met een democratische meerderheid in het congres moet voor Truman geen probleem zijn om deze punten tot wetten te laten maken. Maar helaas voor Truman lukte hem dat niet. Het congres bleek heel erg conservatief te zijn. Aan de ene kant waren dat natuurlijk de Republikeinen die er niet mee in wilden stemmen, maar aan de andere kant waren er ook heel veel conservatieve democraten die zich aansloten bij de Republikeinen. Zij vonden dat de punten van die fair deal, zeker deze bovenste twee punten, veel te ver gingen. En die punten kwamen dan ook niet door. Wat er wel doorkwam was een verhoging van het minimumloon en ook werd de sociale zekerheid verder verruimd. Maar ja, een echte fair deal die kwam dus niet van de grond. En als Truman dan in 1953 opgevolgd wordt door een republikein, Eisenhower, ja dan lijkt het erop alsof er echt een einde gaat komen aan die New Deal en die fair deal. Die republikeinen, met Eisenhower dus voorop, die wilden graag dat de afhankelijkheid van de publieke sector werd verminderd. Er moest meer aan de burgers zelf worden overgelaten. En een stijgende welvaart die zou alle problemen op kunnen lossen. En het bedrijfsleven kan als enige voor al die vooruitgang en dergelijke zorgen. En daarom moet dat bedrijfsleven zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Nou, dit is een typisch republikeins recept dat we al vaker gezien hebben. Bij bijvoorbeeld die presidenten Harding en Coolidge in de jaren 20. Waar kwam het in het geval van Eisenhower op neer? Hij wilde dus dat er een einde kwam aan de controle van lonen en prijzen. En hij wilde ook de subsidies in de landbouw voor de boeren sterk verminderen. Betekent dit dan echt het definitieve einde van de New Deal en de Fair Deal? Nee, dat toch niet. Eisenhower wilde de verworvenheden van de New Deal en de Fair Deal ook niet te ver aanpakken. Hoe kan dat dan? Waarom dan niet? Nou, in de eerste plaats omdat Eisenhower wel republikein was. Maar hij was toch een behoorlijk gematigde republikein. Er waren republikeinen die veel verder wilden gaan dan hem, maar daar wilde hij niet aan. En bovendien had ook Eisenhower vanaf 1954 weer te maken met een vijandig congres. Daar was namelijk de meerderheid democratisch. En dat zorgde ervoor dat die republikeinen ook niet verder konden gaan in hun proces om die fair deal af te breken. Als Eisenhower in 1961 aan het einde van zijn presidentschap zit, dan waarschuwt hij in zijn afscheidsrede voor de groei van het militair-industrieel complex. Zo aan het einde van het presidentschap van Eisenhower, dan heeft de federale overheid zo'n 100 miljard dollar per jaar te besteden. En in zijn tijd gaat ongeveer de helft ervan naar het leger en naar de wapenindustrie. En dat is enorm veel geld natuurlijk. En Eisenhower munt dan dus de term militair-industrieel complex. Wat bedoelt hij daarmee? Nou ja, eigenlijk een bundeling van belangen van zowel politici, mensen uit de legerleiding en uit de wapenindustrie. Die groepen wilden er samen voor zorgen dat er zoveel mogelijk geld naar de defensie zou gaan. En als we de Amerikaanse defensieuitgaven uit de 20e eeuw erbij pakken, dan zien we dat Eisenhower daar best wel gelijk in heeft. Hier in deze grafiek zien we de defensieuitgaven van de federale overheid per jaar in miljarden dollars. En dan zie je een kleine piek zo rond de jaren van de Eerste Wereldoorlog. Logisch dat er dan meer geld aan de oorlog wordt uitgegeven. We zien een veel grotere piek in de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Ook heel logisch natuurlijk dat er dan heel veel geld uit wordt gegeven aan de defensie. Maar we zien dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog de defensieuitgaven toch ook spectaculair beginnen te stijgen. En dat is een gevolg van het uitbreken van de Koude Oorlog. We hebben al eerder een zogenaamde Red Scare gezien in de Verenigde Staten, een angst voor het communisme. En die angst zien we in de jaren na de Tweede Wereldoorlog weer terugkeren. Eén iemand die er heel sterk aan heeft bijgedragen is de Republikeinse senator Joseph McCarthy. In een speech die hij in 1950 houdt, waarschuwt hij dat de communisten de Amerikaanse samenleving aan het overnemen zijn. Ze zitten op allerlei sleutelposities, in de universiteiten, in het bedrijfsleven en ook in de politiek. En ja, zijn waarschuwingen die worden door veel Amerikanen geloofd en dan breekt er een soort heksenjacht uit. Veel mensen worden van beschuldigd communisten zijn en die worden dan ook bijvoorbeeld ontslagen, die worden tegengewerkt. En dit staat ook wel bekend als het zogenaamde McCarthyïsme. Een periode van ongeveer 4 jaar, 1950-1954, waarin een fanatiek jacht werd gemaakt op communisten in de Amerikaanse samenleving. Maar goed, die hele angst voor het communisme en die Koude Oorlog, daar zullen we in een latere video nog wel eens op terugkomen.
Nu eerst even in de volgende video gaan we kijken naar hoe het nou eigenlijk met de economie van de Verenigde Staten verder gaat. Blijft die zo sterk groeien?